Nou, daar kreeg ik er altijd van verzeld. Zo, ik heb een 30 jaar meemaken met marathonrijden. Vanaf het begin jaren 20. Van 14 jaar terug heb ik nog maar een praten in Anders Katanis. Nou, en dat zo'n man dan komt te versterken, ja, dat krijg je altijd een skok van. Dat is nog niet zo. Het was een man die wij weten, zei bekend net alleen in Friesland, maar dat die mensen in het museum kwamen, altijd Jean van den Berg, Rijn, die Papen. En dat was dat man waar het vier bij het meest door heen. Wat betekent hij voor de Retreat Road? Ja, we volle het laatste Friese Elfstedenwinnaar natuurlijk, dus dat loopt je altijd bij. Dus en ik kwam wel gauw er zien op Tielf en altijd even een praatje en hij kwam in Bebbe altijd, dus hij vreeg altijd even hoe moet je in Bebbe gaan. En dat is gewoon een, voor Friesland is het gewoon een, riederheld. Johan Schoof, maar je een van de berg rieden, hè? Ja, mijn hele leven. Je hele leven? Maar mijn rieden, nou. En wat voor hechtepunten? Ja, er steden toch een gedeelte, iets gedeelte ervan, maar meer Fries kampioenschap, Nederlands kampioenschap. Maar het had in een grutenwet, hier, ja, 20, 24 jaar aan de top staan. Ja. Ja. Wie en ik waren eigenlijk de heren in Friesland. Nou, Jan was zeker een legende. En die bloed in de ring van de heren, als wij nog leven, bloed er altijd in voortbestaan.